ADD bij vrouwen. Hoe herken je het? Wat zijn de symptomen? En wat kun je doen om grip te krijgen op de symptomen? Dat ga ik jou in deze video vertellen. Ik ben José, de oprichter van Wandering Minds. Ik kreeg de diagnose ADD toen ik 28 was en thuis zat met een burn-out. Ik weet dus hoe het is om als meisje ADD te hebben zonder diagnose. En hoe het is om als vrouw te maken te hebben met ADD. Inmiddels, bijna 10 jaar verder, heb ik grotendeels grip op de symptomen van ADD. Ik gebruikte een jaar lang medicatie toen ik in behandeling was, maar het besloot na een jaar om te stoppen en andere manieren te vinden om gelukkig, gezond en succesvol te zijn met mijn anders werkende brein. In 2019 lanceerde ik leukleven met ADD.nl, wat nu Wandering Minds is. Maar wat is ADD eigenlijk? ADD staat voor Attention Deficit Disorder en in het Nederlands heet het aandachtstekortstoornis. Maar bij Wandering Minds praten wij liever niet over een stoornis. Wij noemen ons brein daarom de Wandering Mind, oftewel de dwalende geest. Maar wat zijn de symptomen van de Wandering Mind of ADD bij vrouwen eigenlijk? Vrouwen met ADD verwerken de informatie die binnenkomt via onze zintuigen anders dan vrouwen zonder ADD. Dit kan leiden tot symptomen zoals moeite hebben met concentreren, impulsiviteit, vergeetachtigheid, overprikkeling en moeite hebben met plannen en organiseren. Bij vrouwen kunnen de symptomen anders zijn dan bij mannen, omdat vrouwen vaak beter zijn in het verbergen van de symptomen. Vrouwen met ADD kunnen bijvoorbeeld overmatig perfectionistisch zijn. En samen met het altijd goed willen doen en aardig gevonden willen worden, kan dit ervoor zorgen dat de symptomen voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar zijn. Maar dit betekent natuurlijk niet dat de ADD er niet is. Het kan namelijk heel veel energie kosten om deze copingstrategieën vol te houden, zeker voor een lange periode. Burn-out komt dan ook vaak voor bij vrouwen met ADD. Als vrouw met ADD heb je misschien moeite met het beheren van je tijd en je taken en verveel je je snel als je iets niet interessant vindt. Misschien dwalen je gedachten continu af, heb je last van uitstelgedrag, ben je ongeduldig, veel aan het dagdromen, voel je je onrustig, ben je gevoelig voor geluid en andere prikkels en heb je weinig energie. Herken jij dit? De exacte oorzaak van ADD is niet bekend, maar het lijkt te worden veroorzaakt door een combinatie van genetica, omgevingsfactoren en hersenchemie. Twijfel jij of je ADD hebt? Er zijn verschillende behandelingen die kunnen helpen de symptomen van ADD te verminderen en de kwaliteit van je leven te verbeteren. Dit omvat vaak het gebruik van medicaties zoals stimulerende middelen en non-stimulerende middelen. Evenals therapieën zoals cognitieve gedragstherapie en coaching. Zelf heb ik de afgelopen 10 jaar ontdekt dat mijn levensstijl van grote invloed is op hoe de ADD zich manifesteert. Als ik goed eet, goed slaap, goed adem, voldoende beweeg, mediteer, dagelijks naar buiten ga, mijn dagen niet te vol plan, voldoende alleentijd neem en nog heel veel andere dingen goed doe, heb ik bijna geen last meer van de ADD-symptomen. Maar ook kwam ik erachter dat wat voor mij dingen goed doen betekent, niet voor iedere vrouw met ADD werkt. We zijn namelijk allemaal anders en we hebben een andere gebruiksaanwijzing. Het heeft ook tijd nodig gehad om balans te vinden met mijn Wandering Mind. Tijd en geduld, want ik moest heel veel dingen leren over mezelf en dingen uitproberen. En nog steeds leer ik iedere dag bij. Ook gebruik ik verschillende hulpmiddelen, zoals noise cancelling koptelefoon, oordopjes, etherische olie en heel veel andere tools die mijn leven als vrouw met ADD net iets makkelijker maken. In onze community lees ik daarnaast heel veel positieve ervaringen van andere ADD-vrouwen, die weer andere tools gebruiken, zoals bijvoorbeeld de verzwaringsdeken of bepaalde supplementen. Op wanderingminds.nl vind je een overzicht van verschillende producten die speciaal zijn gemaakt voor volwassenen met een wandering mind. Ook vind je hier leuke cursussen en kom je in contact met coaches die zich speciaal richten op wandering minds. In onze community kom je in contact met andere ADD-vrouwen en ook mannen.
Ik zou het echt super leuk vinden als jij ook lid wordt. Wil je meer weten over ADD bij vrouwen? Of ben jij benieuwd of je ADD hebt? Op onze website vind je meer informatie over de Wandering Mind. Bedankt voor het kijken. Herken jij jezelf in de Wandering Mind? Dan zou ik het heel leuk vinden als je een reactie achterlaat. Vergeet deze video ook niet te liken en je te abonneren op ons kanaal. Op deze manier mis je niks meer en het helpt ons om de community te laten groeien en meer mensen met een Wandering Mind te bereiken. Superleuk dat je er was en wie weet, tot de volgende keer.